Als je in de volle grond wilt gaan zaaien, dan moet je er natuurlijk eerst wel even zorgen dat het deel waarin je je zaad gaat strooien, dat dat ook wel even goed onkruidvrij is. Dus even schoffelen of met de hand wieden. Dan pak je gewoon een stok. Die leg je op je schone stuk. Netjes recht leggen. En dan druk je hem de grond in. Je haalt hem weer weg. En dan heb je automatisch een gultje gekregen waar je dan in gaat zaaien zometeen. Zo. Dan pak je je zaad. En dan ga je weer heel dun zaaien. Je zaait echt gauw te veel. Je mag er natuurlijk vanuit gaan dat gewoon elk zaadje één plant wordt. Hè? Dus kijk je er niet op. Dan is het slim om even met een stokje of een prikkertje of wat jij ook maar hebt, even de lijn aan te geven van waar je gezaaid hebt. Alles wat dus in de komende periode op deze lijnen opkomt, dat heb jij gezaaid. Alles wat tussen de lijnen, tussen de stokjes inkomt of buiten de lijnen, kan je automatisch weghalen, is onkruid. Dus je hoeft nooit te twijfelen van, hey, wat komt er nou op van wat ik gezaaid heb? Of wat is nou precies onkruid? Wat buiten de lijnen is, haal jij weg. Dan moet je natuurlijk zeker die kiemende plantjes wel regelmatig water geven. En niet denken zoals nu, valt er een heel klein beetje regen. Voor joh, het heeft geregend, ik hoef geen water te geven. Onderschat dat niet. Die plantjes zullen, zodra ze gaan kiemen, extra goed verwennen. Het zijn baby's, het zijn kleine plantjes in de dop. Regelmatig water geven. Dit zaaien, dat kun je al doen vanaf de maand april. En des te eerder jij begint met zaaien, des te eerder jij de komende zomer natuurlijk van kan genieten. Of zelfs kan van gaan oogsten. Hè? Op het moment dat al dat zaad op begint te komen, dan moet jij streng zijn. Want je zal zien, er staan er ongetwijfeld een heleboel tegen elkaar te drukken. Van de een wil nog meer ruimte hebben dan de ander. Dan ga jij keuzes maken. Je kiest of ervoor om er een aantal gewoon tussenuit weg te halen, zodat de anderen weer meer lucht en ruimte krijgen. Of je lepelt die eruit en je plant ze ergens anders in je tuin gewoon terug.